De Amsterdamse politie is voor gemengd onderwijs. De opleiding althans van een aantal aankomende vrouwelijke en mannelijke agenten gedurende een jaar heeft goede resultaten gehad. 7 van de vrouwelijke leerlingen zijn nu de straat opgestuurd om hun mannelijke collega's te helpen bij het handhaven van de orde. Voor het Centraal Station brachten enkele dames de eerste dag van hun officiële optreden in het openbaar licht in de verkeerstoestand. En ze staken, dat bleek al gauw, de handen uit de mouwen. Waar dat nodig was, werd streng opgetreden. Want ook de vrouwelijke verkeersagent heeft de automobilisten volkomen in haar macht. En niet alleen hen. Velen nemen nu al hun hoedje af voor het optreden van deze dames. Zelfs op de Dam kan de verkeersregeling aan hen worden overgelaten. In de omgang met het publiek brengen ze een element dat door velen op prijs zal worden gesteld. Maar niet door iedereen. Bij oversteken helpt de agenten graag een handje, maar bij overtreden roert ze haar mondje. Omdat het de eerste keer was, kwam deze verkeerd parkerende automobilist er nog met een schrobering van af. De vrouwelijke agenten hebben zich manmoedig door hun eerste dag in Amsterdam heen geslagen.